Voor vlog, want ik ging de was doen en ik was even vergeten dat, toen ging ik ineens voetballen buiten. En dus werd er helemaal gewaagd hier. En nu is het hele huis ondergestroomd. Die Portugese huizen zijn zo vochtig, hè? Ach, jezus. Oh, wat erg. Oh, je kan het hier ook in de badkamer doen, hè? Oh mijn god. Nou, we hebben dus gewoon een indoor zwembad. Oh, suffie. Wie precies? Ik. Oké. Wat heb je? Een rood hoofd. Is niet te zien. Ik heb hard gelopen, jongens. Nee, ik sport dan wel. Ga naar het vliegveld. We dachten eigenlijk dat we gisteren al naar het vliegveld moesten. Dat was een klein foutje. Het is vandaag. Papsie en mams ophalen. Ik cadeau broertje Darko. We gaan ze ophalen en hopelijk is het dan. Is het weer zoals vandaag? Ja, zo fijn. Het is vandaag nog een lekker weertje, maar het is blijkbaar enorm veel regen voorspeld in Portugal. Wat natuurlijk ook wel goed is voor de grond en zo. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn voor de vakantiegangers dat het lekker weertje is. Dus laten we hopen dat er in ieder geval 's avonds dan heel veel regen valt. En overdag een lekker weertje. Dat zou fijn zijn. Nou. Heb je espresso op? Dat lijkt het net alsof ik niet. Alsof ik niet zenuwachtig ben. Zenuwachtig? En waarvoor, hè? Ja. Zou je zo kunnen? Nee, geen kaartje. Je wordt meteen beroemd op de film. Hallo. Oh, hij wil niet meer met knuffelen. Wat ben je aan het doen, Darko? Maak maar open. Laat maar eens even zien hoe dat moet. Het is leuk toch dat je mag hameren in een restaurant? Apart. Je hebt geen echte tanden. Heb je helemaal open? Kijk. Ah, nice. Het is gelukkig droog vandaag. Dat is wel echt heel fijn. Hey, don't scare people. Don't scare them in the face. Je wordt beroemd op de vlog. So, one thing. Yeah. She's well taken care of. I'm gonna print the photo. Yeah. En je gaat de test doen dat ze de hoofd rijdt. Yeah. Echt. Hey, pretty. Poes in boes. Keihard. Fucking wandelende furbal. Hoe heet die ook alweer? Furby. Furby. Ja, maar kijk. Mensen zien alleen maar filmpjes van ons met mooi weer. En ook dit gewoon. Portugal. Portugal. Het is wel fijn dat mijn ouders dit weer uitnemen. Waar ben je ook daar? Ja.
rennen. Wat ga je nou doen? Wat ga je nou doen? Ik snap het wel. Wat ga je nou doen? Hans, dit bordje, Hans makes love with Hans makes love. Je bent een concurrent. Oh. En je man is net vreemd gegaan. In love with Hans. Het was al heftig. Het was wel keigoed. Steengoed. Hé, oh, oh. Hey, hier is... Oh ja, ik zie het al. Lost boy. Lost boy. Lost boy. Living. En ik heb een leuke vlog vanuit Obidos. Maar nee, die zit er eigenlijk niet. Kijk, mijn moeder is een beetje VIP. Ja, met ja, ik ben incognito. We gaan dus even lekker in Obidos rondneuzen. Het is een beetje winderig, dus vandaar de voorbereidingen. De mannen lopen voorop. Staat op de film. Que la vida es triste. Je moet er wel bijna van liezen. Oké, zien even. Aan de nevel! Aan de nevel! Aan de nevel! Aan de nevel! Dat is not bad. Aan de nevel! Oh, it's not bad. Aan de nevel! Ja! Hoe proeft dat? Mag ik dat eens proeven? Ongeluk, ik ken dat wel. Aan de nevel! I drink it always in the morning. Really? Yeah. Not in the evening. When he's hangover. It's like aguardiente, but a little more sweet. Come on! You guys gave me that? Yeah, I'm sorry. Yes, it happens. No, yeah, it just... was typical from my place. Okay. You have a nice place. You guys. I'm your neighbor, right? Your neighbor. Yeah, no, but I'm your neighbor. I'm your neighbor. Woo! I'm a neighbor. Woo! I'm a neighbor. Very good for your stomach. Altijd zo. 40 years. Ja, dat is heel lang. Ja. Ik krijg drie keer die op en dan die weer. Oeh. Ja, la la, zeg oeh, la la, oeh, la la, la la. Bye. Bye. My dragon. Porto. Het is 2 maart 2018, 1 uur 's nachts, 12:30 's nachts. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je een huurovereenkomst tekenen. Van de molen waarin wij vanaf 1 april mogen gaan wonen. Voor in ieder geval 1/2 jaar. Nou, doe maar snel je handtekening eronder. Ik ben huurder 1, blijkbaar. Ja, dus dat betekent dat jij de huur betaalt. En ik ben ineens huurder 2. Check. Hé, hey, dan hangt er achter jou dus een supermooi schilderij. Daar heb ik dan natuurlijk weer wat leuks over te vertellen. Even. Hoe leuk dat ik deze heb gevonden op de vuilnisbelt. Grappig toch? Helemaal intact. Misschien een enkele houtworm. Dat weet niemand. Na een paar dagen zullen wij dat merken. En misschien is het te verstandig om Kunst en Kietjes te gaan uitnodigen. Je weet het maar nooit. Ik ga het ook even tekenen dan. Ja, alsjeblieft. Even hieronder. Dus. Huurder 2. Mijn hoofd hoeft er niet op. Ik heb hier de grootste handtekening. Haha! Het is definitief. Boom! Waarom zijn we blij vandaag? Want we gaan naar de molen. We gaan weer kijken naar de molen. En we gaan papa en mama van der Linden laten zien waar we heen gaan. Verhuizen op 1 april.
Kappel. Kappel. Ja. Ik weet het. Ja, wat is het dan? Oh, wacht even. Hallo. Dat is een hele... Daar koos het lekker. Echt lekker, hè? Ja. Ik zoek nog een klein glaasje wijn. Toevallig net gevonden. Echt zo lekker. Angela, jij kent deze plek. Ja. Zelfde tafel ook.